Bevrijding van Ton van Rijn, geregisseerd door Harry de Garde. Heb je nog wat te zeggen? Nee, meneer de president. Ik heb alles al gezegd. En dat ik dienstplichtig soldaat ben in het leger van een andere mogendheid, kan me niet als fout worden aangerekend. Je staat niet terecht omdat je dient in een vijandig leger, maar je wordt beschuldigd van moord. Moord? Moord op onze soldaten. Dat is toch belachelijk? Ik heb nooit iemand vermoord. In een gevecht vallen er doden. Het kan mij persoonlijk toch niet kwalijk worden genomen. Ik wilde deze oorlog niet. Ik ben hem niet begonnen. Ook dood in het gevecht is moord. Moeten wij ons dan laten vermoorden om jullie soldaten te sparen? U denkt toch zeker niet dat ze ons gespaard zouden hebben? Gedragen jullie soldaten zich als engelen? 10.000 van onze soldaten zijn omgekomen. En van al de krijgsgevangenen die wij hebben gemaakt, voelt niemand zich persoonlijk verantwoordelijk. Al was het maar voor de dood van één van onze. Ook is het bekend dat jullie gevangenen zonder pardon vermoorden. Daar heb ik niet aan meegedaan. Toch is het zo. We zouden dat kunnen bewijzen. Voelt u zich verantwoordelijk voor de dood van een van ons? Ik kan daar niet over oordelen. Ik ben geen soldaat. Dat maakt geen verschil. Het zijn niet de soldaten die de oorlog maken. Dat zijn de kopstukken. Die zogenaamde hoge heren zoals u. Zo is genoeg. Zwijg verder. Wij zullen een voorbeeld moeten stellen. Een aantal krijgsgevangenen zullen worden omgebracht. Volgens de bepalingen van de Conventie van Genève. De bepalingen van de Conventie van Genève zijn hier niet van toepassing. Wij ons aan die bepalingen gingen houden, verloren we bijvoorbeeld horen nog. De gevangene Pierre Rompé wordt veroordeeld tot eenzame opsluiting in de staancel. Alle voedselstap worden onthouden totdat de dood volgt. Volgende gevangenen. Dat kan niet! Het is verboden krijgsgevangenen geestelijk of lichamelijk letsel toe te brengen. Dat is bepaald in Genève. Paragraaf 36 van de bepalingen luidt. Vallen de gevangenen af! Jullie zijn beulen! Ik heb al 3 dagen niks meer te eten gehad. In plaats van voedsel krijg ik slaag. Slapen mag ik niet. Ook 's nachts niet. Als mijn ogen dichtvallen, dan word ik wakker geschopt. Laat de gevangenen zijn mond houden. Als ik het geluk heb deze hel te overleven, wacht dan maar met angst op het einde van de oorlog. Dan zal ik jullie weten te vinden. Gevangenen die denken dat ze hier succes hebben met dreigen en schreeuwen, moet aan het verstand worden gebracht. Wie hier het recht heeft om te schreeuwen, begrepen? De laken brengen weg. Jawel, meneer de president. Hier is je cel. Dan maak het je maar gezellig. Cel? Waar? Ik zie geen cel. Wat denk je dan dat dit is? Een muurkast. Gaat me hier toch zeker niet in opsluiten? Wat dacht je? Staancel noemen we dat. Zult je er best amuseren, nou en of. De anderen hier in de gang kun je ook regelmatig horen zingen. Ze zingen wel zo vals dat ze soms op de knuppels op los moeten slaan, maar lol hebben ze. Ik wil er niet in. Waar? Je hebt hier helemaal niks te willen. Ik kan me toch niet als een beest laten behandelen. Nou, verder geen gelul, man. Wat dacht je eigenlijk? Dat we voor jou een luxe appartement hadden gereserveerd in een eerste klas hotel? Met lichtbad? Een bed met baldakijn? Een warm en koud stromend water? Jouw vonnis luidt een staancel. Dit is de enige die leeg is trouwens, want je voorganger is er een paar uur geleden in gecrepeerd. En nou erin of sla je erin? Nog meer te doen dan met jou te staan leuteren over de kwaliteit van jezelf. Staancel. Niet te geloven.
niet eens licht. Het is hier om te stikken. Frisse lucht moet zeker door dat gat in de muur komen. Ik kan niet eens zitten. Die muur is zeiknat. Ze schieten? Op wie schieten ze? Ik wil niet in de kast. Ik wil eruit. Schofte! Jullie kunnen me hier niet zomaar laten kraperen. Laat me eruit. Ik wil eruit. Ik wil eruit. Ze hebben je besloten niet uit. We gaan al beginnen. U had er toestemming voor gegeven. Ik ben net binnen, man. Als je nou niet meer kunt beheersen, kan ik je wel voorspellen dat het hier een hel voor je gaat worden. Dit is de laatste keer dat ik jou heb horen schreeuwen. De volgende keer ga je een pak op je lager. Dan moet je bek houden. Als iemand dat geschreven heeft, dan ben ik dat. Niemand anders. Begrepen? Ik word gek. Ik hou het hier niet uit. Ik wil weg. Zo. Zo wil jij eruit. Zo vlug mogelijk. Ha! Ja, je mag er zeker uit, maar je zou dan nog even op moeten wachten. Hoe lang? Dat kan ik je niet precies vertellen, dat ligt aan jezelf. Zo 1, 2, 3 niet zeggen. Het gaat een dag of 12. Wat moet ik doen om eruit te komen? Moet je vooral rustig houden. Heel rustig. De geschreeuw kunnen je niet hebben. Net iets te veel voor onze zenuwen. Kunnen toch al niet veel meer verdragen. En met enige niet. Er staan er nog 500 net als jij in hun hokjes te zakkeren. Hoe kan ik me zo lang rustig houden als je me niks te eten geeft? Ik hou het zo niet lang vol. Het beste wat je kunt doen is slapen. Veel slapen. En hij wijt tenminste geen last van je. En dan? Wat? En dan? Wat gebeurt er na die 12 dagen? Wat er nou gebeurt? Nou, niks voor zover ik weet. Niks? Nee, wat zou er dan moeten gebeuren? In ieder geval niet iets dat jou nog kan interesseren dan, voor zover ik weet. Ben ik dan vrij? Vrij? Ja, zo zou je het eigenlijk wel kunnen noemen. Ja, dan ben je vrij. Mag ik eruit? Kan ik dan naar huis? Ja, ik denk wel dat je dan naar huis mag. Ik zal alleen niet weten hoe je er moest komen. Kan me niet schelen hoe. Ik weet zeker dat ik thuis kom. Al moet ik op mijn handen lopen. Ik kan me moeilijk voorstellen. Ik heb al nooit van mijn leven een lijk op zijn handen zien lopen. Lijk? Wat voor lijk? Dacht je dat wij jouw levende vrijheid zouden geven? Jongen, wat ben je toch simpel. Weet jij dan nog steeds niet dat het oorlog is? Ik moet me dus rustig houden. Om langzaam dood te gaan. Ja. Hoe eerder jij het hoekje omgaat, hoe beter het voor je is. Neem dat nog maar van mij aan. Bij één keer, van alle ellende af. Ik wil niet dood. Ik wil niet kraperen in dit verdomde hok. Maar je zegt zelf dat je eruit wil. Doodgaan is je enige kans. Als je laatste adem hebt uitgeblazen, halen wij je wel uit jezelf. Dan kun je rustig op vertrouwen. Tot zo lang moet je netjes blijven zitten. Ik wil niet dood. Ik wil blijven leven. Ah, man, laat me niet lachen. Wie wil er nou wel dood? Geen één hier. Doodgaan, dat wil niemand. Luister nou eens. Begrijp me goed. Je hebt geen keus. Een zootje ordinaire moordenaars, dat zijn jullie. Om mensen op deze manier van kant te kunnen maken, moet je toch wel een bijzonder soort zijn. Jij moet wel goed voor ogen houden dat ik jou niet veroordeeld heb. Van mij had je rustig mogen rondwandelen en eentjes voeren. Jij gelooft toch zeker niet dat ik het lollig vind om jou zo in ellende te zien? Ik vind het afschuwelijk. Ik moet jou behandelen volgens mijn orders. Bevel is bevel. Kan ik ook niet onderuit. Als ik hier nog alleen zou staan, kon iedereen hem smeren van mijn part. Ja, begroef ik elke dag hetzelfde lijk. Maar ik ben hier niet alleen. Er zitten er heel wat op mijn vingers te kijken. En wat moet ik dan? Je zou me te eten kunnen geven. Hoe moet ik eraan komen? We leven zelf op rantsoenen. Als de oorlog nog langer duurt, dan zijn jullie niet de enigen die eraan gaan. Er is voor ons al niet genoeg meer. Voedseltransporten, die blijven uit. Waarschijnlijk is er niks meer. Je kunt van
alles doen om ons te helpen, als je maar wil. En wat dan? Je zou die zogenaamde president, die ons ter dood veroordeeld, van kant kunnen maken. En dan? Dan krijgen we weer een nieuwe. Misschien nog erger. Het is een beest. Dacht jij dat jullie rechters menselijker waren dan onze? Doen zij het beter? Dat zouden ze met mij gedaan hebben als ik krijgsgevangen was gemaakt. Je zou in ieder geval nooit de doodstraf hebben gekregen. En je zou goed worden behandeld. Oh ja? Ik ken anders heel andere verhalen over de praktijken die jullie toepassen. Wij respecteren ieder mens, zelfs de vijand. Als ze aan hun voeten worden opgehaan en tak. En als er onder hun hoofd een vuurtje wordt gestookt om hun leven te roosteren. Vind je dat een menswaardige behandeling? Dat is niet waar. Het is een leugen. Dan toch wel net zo'n leugen als deze gevangenis, hè? Dat zoiets als dit bestaat, dat gelooft ook geen mens. Bij de barbaren, in de middeleeuwen gebeurde dat. Tegenwoordig kan dat niet meer. Bij jullie is het ook oog om oog, tand om tand. En nou je bek houden! Ik heb het hier liever rustig. Als je nog één keer gaat schreeuwen, dan krijg je zo'n afstraffing dat je niet meer kunt schreeuwen. Jij moet mij niet het bloed onder mijn ogen vandaan halen, begrijp je? Ja. Begrijp het. Naast je. We kunnen met elkaar praten door het rooster en de muur. Het komt uit op het dak. Het is de enige verbinding met de buitenlucht. De cellen hebben twee en twee hetzelfde luchtgat. Kun je ook met de anderen praten? Nee. Alleen met jou. De anderen kun je soms horen schreeuwen, dat is alles. Hoe is die cel van jou? Precies als die jou. We hebben allemaal hetzelfde. Hoe heet je? Joe Menzel. Amerika? Ja. Kom jij hier terecht? Ik heb hier nog geen Amerikaan gezien. Piloot van een bommenwerper. In brand geschoten, de luchtdoel geschud. De kist ontplofte. Kon er net op tijd uitspringen. Ik heb hem met open armen ontvangen, dat kan ik je wel vertellen. Heb je veel vluchten gemaakt? 12. Dit was de 13e. 13 is een ongeluksgetal. Ja, dat zeggen ze. 13e vlucht geslaagd is, kun je als vlieger niks meer gebeuren. Dan vliegt het geluk met je mee. Dat is bijgeloof. Bijgeloof of niet, de 13e vlucht is de gevaarlijkste. Ik heb er altijd angst voor gehad. Wie ben jij? Waar kom je vandaan? Pierre Rompé, Fransman. Waarom zit jij? Weet ik niet. Begrijp niet dat ze mij zo genadeloos moesten straffen. Ik ben maar een gewone frontsoldaat. Niks bijzonders. Ik ben hinderlaag gelopen bij een patrouille. De anderen die bij me waren, werden gelijk afgemaakt. Nee, zoals ik al zei, doodgewone soldaat. Oh, dus ik ben niet gewoon omdat ik piloot ben, hè? Ik handelde ook alleen maar in opdracht. Dacht je soms dat ik het prettig vond? Ik bedoel het niet persoonlijk. Je probeert je te verdedigen. Hoef je tegen mij niet te doen. Ik heb jou niet in de rottigheid geholpen. Ach, trek het je niet aan. Ik zei maar wat. Zeg. Voordat jij in deze cel kwam, zat er ook een Fransman in. Een Fransman? Hoe was de naam? Gaston? Ja, er lopen duizenden Gastons bij ons rond. Als ik die allemaal zou moeten kennen. Heeft hij zijn familienaam nooit genoemd? Dat weet ik niet meer. Waar kwam hij vandaan? Uit Arlon. Maar zijn familienaam ben ik vergeten. Heeft hij misschien wel eens gezegd, maar ik heb er niet zo op gelet. Nou ja, de naam van de man is niet zo belangrijk hier. Het belangrijkste is dat je hem kan vertrouwen. Waar is die Gaston gebleven? Hij is dood. Dood? Vannacht is hij gestorven. Ik kon al een paar dagen niet meer met hem praten. Hij kon niks meer zeggen.
was te veel verzwakt. Hoe weet je dan dat hij dood was? Vanmorgen hebben ze hem weggehaald. Dan haal hij alleen maar uit je cel als je de pijp uit bent. Waar is hij aan gestorven? Tja, waar zou die nou aan gestorven zijn? Honger? Wordt iedereen hier uitgehongerd? Iedereen. De hongerdood is de enige straf die ze hier kennen. Vuurpeloton, dat lijkt me menselijker, vlugger en zo. Man, je mag God op je blote knieën danken dat je de kogel niet hebt gekregen, dat je nou nog leeft. Nu heb je nog een kans om op deur te komen. Kans? Nee, daar geloof ik niet in. Hoe lang heeft die Gaston het uitgehouden? 9 dagen. Hij had veel langer kunnen leven. Hij schreeuwde te veel. Hij heeft steeds een afstraffing. Dat heeft hem verzwakt. Als je rustig had gehouden, zou hij nou nog hebben geleefd. Misschien hoopte hij dat een of ander hem buiten zou horen, om hem te bevrijden. Hij wist net zo goed als wij dat niemand anders dan de bewakers hem kunnen horen. Weet je, hij schreeuwde alleen om zichzelf te horen. Om met zichzelf in contact te blijven. Hij wist ons helemaal niet weer dat hij er was. Dan werd hij razend en begon te schreeuwen. Zingen, noemen de bewakers dat hier. Ik kan me voorstellen hoe hij zich voelde. Hij wilde eruit. Ja, dat willen we allemaal. Dit van tevoren had geweten. Man, ik wist helemaal niet wat er met me ging gebeuren. Ik was zo in de war dat ik het vonnis van de rechter maar nauwelijks heb verstaan. En hier naar binnen gegaan als een makschaap. Voordat ik het in de gaten had, zat de deur op slot. Had ik die bewaker maar neergeslagen. Hij was alleen. Misschien had ik dan een kans gehad om weg te komen. Je had hem in je cel kunnen stoppen en zijn uniform aan kunnen trekken. Ja. Had je er gemakkelijk vandoor kunnen gaan. Zou je niet eens hebben herkend. Kerels hier, die kijken toch niet naar gezichten. Zien alleen onderscheidingstekens. Zou me fraai gestaan hebben, zo'n uniform. Zou het gevoel hebben gehad of ik op een mesthoop had gelegen. De bewaker zei dat ik eerst kapot moest voordat ik hieruit zou kunnen. Ja, dat is een bedoeling. Maar daar moet je niet aan denken. Het beste wat je doen kan is je verstand bij elkaar houden. Heb je het meestal. Je weet nooit wat je kansen zijn. Kan er van alles gebeuren. Zolang je niet dood bent, heb je nog kansen te overleven. Ik ben doodmoe. Ik heb 2 dagen geen eten gehad. En niet geslapen. Ik zit al 5 dagen zonder. 5 dagen? Het is niet dat je het hoort. Och ja. Het went. Als je lang niks eten krijgt, gaat je honger over. Hoe lang kan een mens zonder eten of drinken? Is hier eens een man geweest die het een hele maand is uitgehouden. Een maand? Dat is een paar dagen meer. Iedereen in het kamp wist ervan. Ik zat toen nog niet hier, maar in de verhoorafdeling. Ook daar ging het verhaal rond als een lopend vuurtje. Alle officieren van het kamp gingen naar hem kijken. De man had een prestatie voor zich. Hij had het een maand uitgehouden. Dat maakte hem tot een bezienswaardigheid. Die prestatie werd zeker beloond. Natuurlijk. Prestaties worden altijd beloond. Hebben ze hem zijn vrijheid teruggegeven? Vredestijd zouden ze met hem langs de kermissen reizen of zo. Komt dat zien, het 8e wereldwonder. De man die leeft zonder eten of drinken, komt dat zien? Nee. Weet je wat ze met hem hebben gedaan? Ze hebben hem in een kooi in de officiersmes gezet. De schofte. Daar heeft hij het ook nog 3 dagen uitgehouden. Toen was hij dood. 33 dagen. Dat bestaat toch niet? Dat kan niet. Als je 2 weken niet hebt gedronken, ben je uitgedoogd. Hij moet een huid van leer hebben gehad. Alleen een cactus kan maanden zonder water en verliest geen druppel vocht. Je had hij er wel in getraind om lange tijd niet te drinken. Je hebt mensen die er een sport van maken. Vaak hier zijn kluizenaars. Was in elkaar geschrompeld als een kikker die dood in de zon heeft gelegen en hard is geworden. Ze hebben hem zo in een vuilnisvat gekwakt. Wil jij zijn record van 33 dagen verbeteren? Ik hoop dat het niet nodig is. Maar ik heb hem niet zo vlug gewonnen, hè? Mij krijgen ze niet zo gauw klein. En de honger dan? Krijgt die jou niet klein, denk je? Honger heb ik er lang niet meer. Je bent gek.
Je moet toch eten om in leven te blijven? Weet jij dat beren een winterslaap kunnen maken van meer dan een half jaar? Die zijn erop ingesteld. Allemaal een kwestie van training. Je moet toch drinken? Ook dorst gaat over. Als je daar geen niks te drinken krijgt, weet je niet beter. Wordt overbodig. De eerste dagen, die zijn het ergste. Als jij maar gaat proberen. Maar ik mis de moed om ervoor te vechten, om het lang uit te houden. Hoeveel dagen denk je te halen? Ik weet het niet. Die 5 dagen die ik hier zit, die duren al meer dan een eeuwigheid. Zijn jaren in plaats van dagen. Er komt hier geen einde aan de tijd. Toch geloof ik dat we nog een kans hebben om hier uit te komen. Kans? Welke? Je zou op een wonder moeten rekenen. Wonderen gebeuren niet. Die Gaston, die voor jou in de cel zat, die heeft God alle dagen uit de hemel gebeden. Maar God heeft niks van zich laten horen. Hij liet Gaston mooi links liggen. Als je op God rekent de tijd van ellende, kun je net zo goed proberen een stuk steen te vermurren. Het enige waar je op vertrouwen kunt, dat zijn de vliegtuigen. Vliegtuigen? Ze kunnen aan het moment komen. Het is altijd 's nachts. Let op de sirenes van het luchtalarm. Vlak nadat die tekeer gaan, beginnen de bommen te vallen. Ik hoop steeds dat er één op dit gebouw lazert. Dat is onze enige kans om hier uit te komen. Als er één bom op dit gebouw valt, ligt de hele zaak plat. We hebben geen schijn van kans om te overleven. Het is toch de enige. Erop of eronder. Die er dood bij blijft, heeft pech gehad. Ze schieten weer. Waarop toch in godsnaam? Ik weet het niet. Europa krijgt gevangenen zonder vorm van proces van kant maken. Misschien schieten ze wel voor een plezier. Plezier? Ha, wie doet dat nou? Geloof jij niet in moordenaars? Zeker. Nou dan, dat zijn het hier toch. Komt hier ooit bezoek? Bezoek? Meen je dat nou? Of maak je een grapje? Wie zou hier op bezoek moeten komen? Weet ik niet. Geestelijk of zo? Alleen bewakers. En officieren. Die komen soms even kijken. En loeren door het luikje. De smeerlappen. Ze lachen en genieten ervan. Gruwelijk, die gluwende ogen achter het kijkglas. Je kunt je hand voor het glas houden. Nee, ik durf ze niks in de weg te leggen. Ik heb liever geen pak slaag. Die bewakers die komen toch alleen maar kijken of we vlug genoeg doodgaan. Hoe eerder je afknapt, hoe liever we het hebben. Er zijn altijd rijen gevangenen klaar om de cellen te vullen. Er is nooit een staancel leeg. Hoe eerder je doodgaat, des te eerder is er plaats voor een ander. Daar heb je het al. Hoor je die sirenes? Luchtalarm. Dat klinkt maar als muziek in de oren. Er zijn vliegtuigen op komst. Dat is weer een kans. Als we eens allemaal tegelijk gingen schreeuwen, wat zouden ze daaraan kunnen doen? Dat is voor die bewakers geen enkel probleem. Ze staan ons gewoon allemaal in elkaar. Stuk voor stuk om de beurt. Daar gaat die sirene voor de tweede keer. Dat betekent dat ze meer vliegtuigen bij wij genomen dan normaal. 50, 60, 70, misschien wel 100 of nog meer. Ze snijden als messen in de lucht. Alles wordt dus verpletterd. De hele boel plat. In enkele seconden kunnen ze het zaak hier mooi omploegen. Ik hoor geen vliegtuigen. Ze zijn in aantocht. Je moet goed luisteren. Hoe meer vliegtuigen, hoe meer kansen we hebben.
gebeurt niks. Ze zijn al weg. Nee, joh! Ze zijn nog niet weg! Ze zijn overgevlogen! Nou, keren ze. Ze komen terug. Hoor je? Hoor je dat? Rotzakken. Ze hebben erin geraakt. Zo is het mij ook vergaan. Als die piloot op me haalt. Oh God, laat toch één bom op dit dak vallen. Ik smeek het, één bom is genoeg. Nou zijn ze helemaal weg. De kans is weer verkeken. Oh nee, ze komen nog terug. Soms wel 10 keer. Nee. Nee, ik geloof er niet in. Ik wel. Hoor je dat? Ze zijn vast radeloos. Er zal wel iets geraakt zijn. Joe. Huh? Hoe dacht jij dat onze vijanden eruit zagen toen je ze nog nooit had gezien? Weet ik niet. Daar heb ik eigenlijk nooit over nagedacht. Onbewust misschien stelde ik me ze voor als beesten. Net als in sprookjes. Sprookjes? Daarin hebben de rottige figuren ook altijd koppen van beesten, waar de mensen het niet op hebben. De boze wolf, hè? Je wist toch dat het mensen waren? Beesten zijn het. In de oorlog is moord de beste zelfverdediging. Zo hebben ze het ons toch geleerd, niet? Onze vijand hebben ze natuurlijk hetzelfde aangepraat. Ze ons hadden verteld dat het brave huisvaders waren. Mannen die ook alleen maar vochten voor hun leven en idealen, hadden we de oorlog toch al lang verloren. Kan je tegen een vijand vechten die je niet haat? Ze hadden ons moeten leren om zelf te denken. Dan hadden we een ander beeld van de oorlog en van de vijand gehad. Maar denken mag je als gewoon soldaat niet. Dat is afgeleerd. Er wordt voor je gedacht. Net of we machines zijn. Een soldaat hoeft zijn hersens nooit te gebruiken. Zijn gedachten worden bepaald door het collectief, onder andere van het leger. Wat is dat? Een zootje generaals die weer samenwerken met de kerken, bij economen en hoge omers van de grote industrie. Ik heb wel eens een man moeten doden. Waarom? Verrader. Hij was ook veroordeeld tot de doodstraf. Hij viel voor me op zijn knieën en smeekte me om zijn leven te sparen. Ik twijfelde. Ineens greep hij naar mijn geweer. Dat had ik niet moeten doen. Ik raakte in paniek en schoot het hele magazijn op hem leeg. Toch kwam hij nog 1 keer overeind. Of hij aan een touw omhoog werd getrokken. Die man heeft van mij ook gedacht dat ik een beest was. Was dat je enige moord? Ja. Ik was eraan gewend om te doden. Je merkt niks in zo'n kist. Als je vliegt merk je de uitwerking van de bommen niet. Soms zie je de mensen onder je krioelen als mieren in een mierenhoop. En midden in dat nest laat je dan je lading vallen. Je hebt geen idee dat je mensen vermoord. Je ziet geen echt leven. Je beweegt als poppetjes die je op kan draaien met een veer. En ineens zet je de veer stil. Daar heb je het weer. Heb je de sirene gehoord? De bewaking is verrast. Ze hebben ze niet zo vlug terug verwacht. Het begint erop te lijken dat je niet voor niks hebt gehoopt. Meer bommen, hoe liever. Dit wordt onze kans.
wonder is gebeurd. En ik heb er niet in geloofd. Ik ben vrij. Vrij. Daar zijn de bewakers. Weg natuurlijk. Zonder het puin. Waar is Joe? Joe! Ik zie je niet. Ik weet helemaal niet hoe je eruit ziet. Waar ben je? Ik kan je zo toch niet herkennen? Ik ken alleen je stem. Ik heb je nog nooit gezien. Joe! Waar zit je? Ik lig hier. Wat mankeert je? Waarom lig je op de grond? Sta op. We kunnen vluchten. Kom op, de anderen zijn al weg. We hebben iedereen bevrijd. Ik weet het. Ik ben vrij. Eindelijk. Ben je gewond? Heb je pijn? Nee, pijn heb ik niet. Kom op dan. We kunnen hier niet blijven. Het is mooi genoeg geweest. Je moet ook weg, net als de anderen. Straks komen de bewakers terug. Zo. Hoor je me nog? Ik hoor je. Wat is er nou met je? Zal ik je overeind helpen? Ik kan niet. Er is iets op me gevallen. Het lijkt of al mijn botten gebroken zijn. Of ik op een stoomwals heb gelegen. Ik kan niet meer weg. Je kunt hier ook niet blijven liggen. Sluit je op. Of schiet je dood. Ik kan niet, Pierre. Het was een kans, die bom. Ik heb pech gehad. Jij geluk. Profiteer ervan. Maar dat je wegkomt. Voor ze weer de kans krijgen je te grijpen. Blijf hier niet om mij. Het heeft geen zin. Je bloed. Het doet nauwelijks pijn. Weet je, het is net of ik in de kaak van een bloem lig. Het licht schijnt rozig door de bladeren. Ik heb nooit geweten dat het zo gemakkelijk zou zijn om dood te gaan. Ik zal een paar van de anderen vragen of ze me willen helpen je te dragen. Nee, het is niet nodig. Ik vind het niet zo erg om dood te gaan. Geen kou meer. Zelfs warm. Ik weet dat je er bent. Ik zie niks. Hoor alleen je stem. Hoor je me? In de kerk van een bloem. Joe, zeg iets. Je bent toch niet dood? Dat kan niet. Vandaag is de vrijheid voor je gekomen, waar je zo onder hebt gesmeekt. Dan mag je toch niet doodgaan! Het is hier gevaarlijk. Ik moet de anderen achterna, Joe. Hoor je de bommen dan niet inslaan? Joe, ik moet weg.
hebt geluisterd naar Bevrijding, een hoorspel van Tom van Rijn, geregisseerd door Harry de Garde. De rol van Pierre werd vertolkt door Martin Simonis, die van Joe door Frans Somers. Jan Wechter speelde de bewaker en de rechter was Huib Orizant.